Wij zijn in februari begonnen met actievoeren tegen de plannen van het kabinet, waarvan wij toen zeiden, die plannen komen erop neer dat we in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag over een paar jaar met 40% minder openbaar vervoer toe moeten. 40% minder bussen, 40% minder trams, 40% minder metro's, maar ook 40% minder veiligheid in het openbaar vervoer en uiteindelijk ook 40% minder werkgelegenheid. Toen wij destijds aangaven dat volgens onze inschattingen de plannen van het kabinet op 40% minder openbaar vervoer uitkwamen, werden wij wat lacherig tegemoet getreden. Dat waren opmerkingen van bonden die alleen maar uit waren op het opruien van hun achterban om in actie te komen. Gaandeweg zijn die plannen steeds duidelijker geworden. En ik moet toegeven, met die 40% zaten we er wellicht naast. De plannen, zoals wij die op dit moment kennen, gaan misschien nog verder als die 40%. Plannen van het kabinet die leiden tot kaalslag van het openbaar vervoer. En dat willen wij niet. Na de eerste ronde actievoeren, taal nog teken van het kabinet. Na de tweede actieronde, niks gehoord. En ook na de derde actieronde hebben wij van minister Schulz niets gehoord waar we ook maar iets mee kunnen. En gisteren, één dag voor de 24-uur stakingen zoals die deze week gaan plaatsvinden, hebben wij wat vernomen via de pers van de minister. De minister kwam met een voorstel om op de totale plannen 23 miljoen minder te bezuinigen als dat aanvankelijk gepland was. En daar zouden wij blij mee moeten zijn. Maar gelukkig kunnen wij, zoals we hier met z'n allen staan, niet alleen lezen, maar kunnen we ook zelf nadenken. En een minister die ons voorstelt om eerst 120 miljoen te bezuinigen, daarna een verplicht aanbestedingstraject in te gaan, met als gevolg dat alles is afgebroken, en daarna, notabene in een volgende kabinetsperiode, 23 miljoen beschikbaar stelt, die waarschijnlijk rechtstreeks naar de nieuwe streekvervoerders in de grote steden gaat, die kan niet op een serieus en warm onthaal van onze kant rekenen. Die minister zal er rekening mee moeten houden dat vandaag, morgen en overmorgen de acties in volle omvang door zullen gaan.